Pennywise heeft zo zijn eigen airlines en Pennywise heeft besloten om te gaan landen. Hij komt dus aan de landingsbaan en jawel, het is al een lange tijd geleden. Nee. Attentie, attentie. We gaan nu landen. En oh nee. Help. Oh nee, mijn motor valt uit, En dit had dus echt de fatale afloop van Pennywise. Maar zal hij weer terug tot leven komen en zal het wel een goed idee zijn geweest? Daar kom je achter in deze video. Maar like eventjes. Hallo, mijn naam is Pennywise. Like deze video, anders ligt ik onder je bed. Nee. Oh, hele goede morgen mensen. Ik hoop dat jullie allemaal geliked hebben deze video. Het zou natuurlijk fantastisch zijn mocht je dat hebben gedaan. Oh, even weer naar het balkon kijken. En wat een mooie dag is dit ook gewoon. Wow, yo. Oh, ik denk dat ik even een frisse duik kan nemen, man. Ik denk dat het even handig is. En hé, mijn zoon staat te kijken. Wat heeft het nou weer te betekenen? Ja, ik spring altijd uit het balkon trouwens, voor mensen die het willen weten. Vind ik leuk. Hé, hey, wat is er zo'n? Ik heb namelijk het zwemmen met dolfijnen als zwembad. Cool, hè? Dolfijnen? Wat is dit nou weer? Wat heeft dit te betekenen? Wie heeft dat geregeld? Ja, weet ik het. Denk jij toch? Ik heb niks geregeld, hoor. Misschien mama. Ja, misschien mama inderdaad. Oké, het zal wel. Nou, laat ik even een frisse duik nemen. Dat is misschien wel leuk. En oh, lekker. Glibberig. Nee. Dit is niet geweldig. Dit is niet leuk, jongen. Ja, dit is wel mooi om te zien. Ja, maar ik ga je hier niet in laten zwemmen voordat je straks verbeterd wordt. Heb je die tanden van die dolfijnen gezien? Dan zullen ze even goed even de tanden in kijken, ja? Nou, mensen, ik even onder water. Kijk, hè? Dit zijn die scherpe tanden van die dolfijnen, man. Wow, yo. Eerlijk, als je hier je hoofd tussen doet, jongen, ik zweer het je. Je bent je kop kwijt. Nou, doe maar niet. Ook al zijn er dolfijnen die bijten alsnog. Ja, maar ik vind het wel mooi. Dus we laten ze gewoon in huis. Als jij dat wilt, jongen. Ja, ik leg het wel even met mama. Goed. Kom maar binnen zwemmen. Misschien is binnen zwemmen het wel gewoon normaal. Hey, lieverd, ik ga je zwemmen, ja? Is goed. Ja, je mag zwemmen wat je wilt, hè? Dat weet je. Ja, nee, dat komt goed. Ik ga lekker een frisse duik nemen. Wat krijgen we nou? Oh, ik ga even lekker zwemmen. Even kijken. Mijn benen. Oh, hij heeft hem een been gebeten. Wat is een haai? Een hamerhaai. Auw. Hey, lieverd, wat dit nou te betekenen? Waarom heb je een hamerhaai in het zwembad gedaan? Ja, dat niks hoor. Nou, dat zie ik. Ik heb in principe een been, man. Ik heb er gewoon zo'n scheur erin zitten. Omdat hij heeft gebeten. Tja, maar ik wil graag haaien en dolfijnen in huis hebben. En waarom heb je haar paars geverfd? Gewoon. Vind ik mooi. Hoezo zit je dan met de zeden? Ik wil gewoon kunnen zwemmen. En wat zie ik allemaal haaien en dolfijnen? Ja, sorry hoor, maar ik vind het gewoon mooi. Dus we gaan niet weg hier. Oké, nou, als jij dat wilt. Hey, God, waarom geef ik zoveel mijn liefde? Ik heb mijn liefde te veel aan zin, man. Serieus, een haai en dolfijn in mijn eigen huis? Dat is niet normaal. Dit is ziekelijk, man. Krankzinnig. Mensen, hebben jullie ook een haai in je eigen zwembad zitten? Ik denk het niet, maar deze lieverd van mij wil het me al te graag. Ik hou van haar, maar dan moet ze niet van die haai in het zwembad gooien. Ook niet fijn, hè? Maar goed. Ik heb het naar het verwarmde zwembad toe, dus ja, dan mogen haaien helemaal niet zwemmen. Dus laat even een duik nemen. En jezus, wat is dit nou weer? Ook een haai. Auw, deze haai gaat hier lang niet overleven, hier, zo. Die kunnen niet tegen warm water. Lieverd, het is echt dom, man. Ik ben echt gebeten in mijn been, man. Het is echt niet best. Hey, mijn telefoon gaat af. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Ja, hallo, je spreekt met Alano. En een goede dag, je spreekt met CNN Nieuws. Ik moet je namelijk wat mededelen. Oh, echt? Ja, er is namelijk een vliegtuig gestort. En blijkbaar staat die onder jouw naam. Klopt dat? Niet dat ik weet, hoezo? Ja, er is namelijk een clown neergestort. Een clown, die is namelijk piloot. Over welke clown gaat het? Hij heeft oranje haar, maar een beetje saai kleding. Wat een grijze. Ik weet niet waar het over gaat, maar waar moet ik naartoe komen? Je moet even de clown gaan bezoeken in het. Even kijken, wat zou ik zeggen? Oh ja, hij is op de pier. Ik zie het nu. Oké, nee, daar ga ik naartoe. Goed, dan ga ik dat doen. Is goed, zie ik je bij de pier. Jojo. Oké, dus we moeten naar de pier. En dan gaat het over een clown. Die is namelijk. Er is mee gebeurd. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het zal allemaal wel. Dus weet je wat? Laat er even op afgaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nou precies aan de hand is. Eerlijk is eerlijk. Oh my god. Nou mensen, we gaan eens lekker weer op pad. En jawel, ik zie overal campers rijden. Vrachtwagens, nog een kamper. Alleen maar kampers, man. Oh my god. Hey joh. Jongen, ik moet nog wel even kunnen leven, hè? Maar god, ik ben al 2 keer in mijn been gebeten. Dat ik nog kan rijden, vind ik wonderbaarlijk. Ja, sorry meneer. Maar in de highbait is wel iets heftiger dan doodgereden worden, toch? Oké, dat is onzin natuurlijk. Maar hey, you know what I mean? Ik ga lekker naar de pier toe. En we gaan eens even de clown opzoeken, want ik wil wel weten waar het over gaat. Hey joh, kun je niet uit je doppen kijken of zo? Je ziet dat ik voorrang heb, achterlijke idioot. Sommige mensen in het verkeer kunnen steeds niet rijden. Net als Nederlanders, die kunnen ook over het algemeen niet rijden. Tenminste, als ik even kijk hoeveel Nederlanders maar 90 op de snelweg rijden. Als je 90 op de snelweg rijdt, dan kun je in mijn ogen niet rijden. Want dan ben je gewoon bang dat je 100 gaat rijden en dat je al jezelf doodrijdt naar 100 rijden. Hey, kom op zeg. Je mag minimaal 100 op de Nederlandse snelweg. Ik vind dat fucking langzaam, laten we eerlijk staan. Ik vind dat alles voor 130 mag. Ja, liefst 160, maar nee, dat is een beetje overdreven. Maar wel een keer leuk om 160 te mogen rijden, maar ja, over het algemeen 130, sava. Weet je, 120, sava. 130, laat ik het daarop houden. Waarom is Nederland het enige land waar de snelheid zo fors omlaag gegooid wordt? Laten we eerlijk zijn, man. Oh my god. Waarom zijn we te woke? Ik hou niet van dat woke gedoe. Go woke, go broke, oké? Ik ga dat jullie. Ik ben misschien een YouTuber, maar ik ga jullie leren. Go woke, go broke. Doe dat niet. Wees verstandig en denk goed na. Goed, mensen, we zijn bij de kermis aangekomen. Dus let's go. Oké, mensen, we zijn dus bijna aangekomen op de pier. Jawel, dus dat betekent maar één ding, want hier moest ik zijn. Dus ja, ik weet wat dit nou te betekenen heeft, maar het zal wel. Oké. Dus laten we even gaan kijken, man. Oh my god, dat is insane. Maar wat moet ik hier godsnaam doen dan? Ik weet het niet, maar ik ga even kijken hoor. Hey, wie ben jij? Hey, luister, mijn broer is voor het laatst omgekomen. Echt waar? Heeft hij het overleefd? Jawel, hij heeft het wel overleefd. Alleen, ja, hij is namelijk neergestort in het vliegtuig. Maar je moet namelijk één ding zeggen, man, want we zoeken al een tijdje een dader. Maar ik weet dat Pennywise je best wel mag, dus Heet hij Pennywise? Ja. Oh ja, ik heb er inderdaad over gehoord. Ja, de zielige clown. Ja, inderdaad. Maar als je gewoon even zeggen, mij gaat zeggen van ik heb het gedaan.
natuurlijk doen aan Pennywise. Ja, dan is er niks aan de hand. Want hij mag je wel. Oké, dat is goed. Dus zeg het tegen mij, ja? Oké, ik heb het gedaan. Moet wel het hele zinnetje zeggen. Oh, wat moet ik zeggen dan? Moet zeggen, ik heb Pennywise laten neerstorten. Ik heb hem neergehaald met een bazooka. Oké, dat dus. Ik heb Pennywise laten neerstorten. Ik heb hem neergehaald met een bazooka. Oké, nee, dat is goed. Ik ga het hem doorgeven. Ik weet dat je het niet bent, maar je moet het voor de zekerheid doen, toch? Oké, nee, ik snap het. Ik snap het. Oké. Nee, is goed. Oké, dat is wel heel vaag eigenlijk dit, maar het zal wel. Ik weet niet wat ik hiermee moet, maar hey, we hebben een heel waterparkje voor onszelf thuis. Dus we kunnen wel even gaan glijden zometeen. So we can do this. So right. Oké, dus moet hij weg. En ik weet niet wat dat betekent, maar ik vind het een beetje raar dat ik moet zeggen eigenlijk. Nou, laat hij even wegkomen, want ik denk dat het wel een goed idee is. En ik ben stront verkouden. Ik haat verkouden zijn, want ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. Ik wil gewoon kunnen werken. Ja, mensen, ik ben een controlfreak, snap je? Dus ik kan dat niet zonder werk zitten. Laten we eerlijk zijn, dus een beetje apart. Maar wat is dit nou weer te betekenen? Politie? Wat? Misschien moet hij iets van mij hebben? Wow. Gaat hij mij schieten? Wat heeft dit nou weer te betekenen? Hè? Waarom heb ik ineens politie achter me? Wat is dit? Waarom schieten ze allemaal op mij? Hé, doe eens even rustig, meneer de agent. Hé, kom op, hè. Zo, oké, nu heb ik al een moord gepleegd, maar interesseer me niet. Oh nee, oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen, man? Het gaat regenen. Oh nee, ik hoop dat hij me niet kan vinden. Oké, hij is me kwijt. Gelukkig. Oké, blijf verstopt voor de politie. Als hij me vindt, dan zijn we de Sjaak. Oké, mensen, we moeten verstopt blijven. Oh. Politie is me aan het zoeken. Oké, go. Ze mogen me niet vinden. Ze hebben me weer gevonden. Oh nee, ik moet weg van ze komen, man. Ik moet wegkomen van die flieken. Oh nee. Oh, we gaan naar de McDonald's. Ik weet waar ik moet stoppen. We gaan naar de kelder toe. Goed idee. Go. Oké, oh nee. Nee. Ze mogen me niet te pakken nemen. Man. Ja, gaat even weg, ja, vriend. Verstop je. Ja. Nee, hallo, de deur in. Beschil. Au, goed raken, man. Oké, verstop je hier zo. Hier kunnen ze niet komen. Vendingmachine is ervoor. Oh, we gaan even verstopt zijn, man. Oh my god. Heeft Pennywise zich geregeld? Zou dit op Pennywise komen dat de politie achter me aan zit of niet? Ik weet het niet, maar ze zijn aan het zoeken. Oh, ik ben even tijd aan het wachten. Maar goed, ik denk dat we als vanzelf weggaan. Oh, ik ben eigenlijk weer veilig, maar ik moet wel even bandages om doen. Dus wacht even. Zo, ik ben in ieder geval van de politie afgekomen. Oh my god, zeg. Dit was echt niet best. Oh, laat ik maar even gaan naar buiten gaan. Oh, beter. Wat de hel gebeurde er ook allemaal? Ik ben blij me heb kunnen verstoppen. My god, zeg. Zou Pennywise hier iets mee te maken hebben? Ik denk het wel, man. Ik ga nu naartoe. Ik zweer het je. Ik ben echt kwaad op hem. Ik zweer het. Oha, ik ben echt kapot boos. Oké, we gaan nu naar Pennywise. Want ik weet niet wat ik hierover te zeggen. Maar ik hoor dat Pennywise het even haar vaak kan uitleggen aan mij. Of in ieder geval Pennywise, de clown bedoel ik dan. Maar ik doe maar gewoon Pennywise. Dat hij gewoon op een Pennywise lijkt. Toch, snap je? Dus dat. We're going to Del Piero. Ik ben in Del Piero. En ik ga zoeken naar Pennywise. Ik ben Del Piero. Sifase. Oké, laten we maar niet gaan zingen. Ik kan dat niet. Dus ja. Maakt niet uit. We gaan even de Pennywise, man. Oh my god, wat een rotzak is het ook. Oh, we gaan even kijken of Pennywise er is naar me, man. Oh my god. Oh nee. Dat is echt erg, man. Maar wat de hel? Ik ga hem even te pakken nemen. Ik ga hem elkaar slaan, man. Oh my god. Ja, Penny. Wie ben jij nou weer? Hey, ik ben een van de passagiers in een Pennywise vliegtuig. Wat heb je me aangedaan, hè? Ik heb het wel gehoord van die clown. Hey, waar heb jij nou weer over? Weet je wat het is? Het is dat ik al 7 jaar naar de gym ga. Ik zit al 3 jaar op kickboksen. Ik ben 10 keer sterker dan jij. Ook met 10 man. Ik kan ze allemaal aan, ja? Ben je er heel zeker van? Ja, ik ben er heel zeker van. Zelfs als ik kom met een mes, ik weet je precies toch een vloer, vriend. Zo, doe even normaal, jij. Achterlijke gek. Je gaat ervoor boeten, ja? Hé, joh. Nee, dat gaan we niet doen, mevrouw. Je gaat me niet slaan hier zo. Hè? Ik weet dat je een bodybuilder bent. Zo, en weet je wat het is? Je kunt wel zeggen kickboksen en techniek. Maar ik heb tenminste nog op echt van die Japanse sport gezeten. En ik ben veel sterker dan jij, mevrouw. Dit heeft niet geholpen, hè? Even serieus. My god, ja, man. Als je op Japanse sport zit, ik ben niet per se gespeed. Maar ik heb wel techniek, snap je? Al kom je tegen een bodybuilder. En bodybuilder zijn betekent niet dat je ineens veel sterker bent, snap je? Nee, dat heeft. Ja, oké, je hebt spieren inderdaad. Je kunt veel liften en dat soort dingetjes. Je bent sterk, maar je kunt niet met vechttechniek aankomen. Alsnog, je staat nog steeds als een meisje. En daarom, echte vechttechnieken leren heb ik op een vechtspoor. En kickboksen is daar niet per se eentje van. Want ja, oké, je kunt wel heel veel leren van kickboksen, maar dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Dat is blijven opstappen. Ze is waarschijnlijk gewoon een bodybuilder die te veel anabolen heeft ingespoten. Kijk, natuurlijk, je moet oppassen. Als je even goed slaan, weet je wel. Tuurlijk, hè. Omdat ze veel kracht hebben, ga je die klappen echt tering hard voelen. Maar als je gewoon techniek hebt, ben je sneller, ben je sterker. Sterk zijn, dat gaat niet om spieren. Het gaat om snel zijn. Laat dat even voor iedereen duidelijk zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat zegt ze toch altijd? Dus daarom, mensen. Maar goed, ik hoor waar we naartoe moeten. Dus dat. Nou, weet je wat? Ik heb besloten om toch maar even naar de vliegtuigdingen te gaan. Waar ze allemaal neergestort zijn. Want er is altijd een hoopje waar alle vliegtuigonderdelen neergezet worden. Ik zou eerlijk gezegd ook niet weten waarvoor. Maar het maakt niet uit. Het gaat om dat ik even misschien mijn beste toon zet. Dus ja, of mijn gebaartoon. Even kijken, wat is het ook alweer ergens? Maar hier in de buurt toch? Ik zit even te zoeken hier, maar ik kan het niet vinden tot nu toe. Het is ook een beetje lastig in de berg. Ik weet het. Groot licht aanzetten. Misschien dat ik het wel kan vinden. Even kijken, wat is het ook alweer? Is het niet daar zo? Oh, ik zie het al, dus daar zo. Oh my god. Ja, misschien nog even herdenken, man. Wie zijn dat nou weer? Oh my god, ik ben bij het vliegtuig. Wie is dit? Hallo? Is er iemand? Wie ben jij? Hey, laat je nu zien. Hey, dat ben jij, hè? Wie ben jij nou weer? Mijn naam is Huggy Wuggy. Hey, doe eens even normaal, jij, Huggy Wuggy. Ik weet niet wie je bent, maar doe even gek. Kom op. Hey, joh, auw. Hey. Moet dat nou, jongens? Even serieus. Dat moet niet, hè? Zo, lekker voor je. Liggen, jongens. Ga je lopen schieten hier zo op mij. Hè? Wat is dit nou weer te betekenen? Oh nee, waar zo? Oh, nog een Huggy Wuggy. Zoveel Huggy Wuggies hier. En Wario? Ik denk dat het de boze passagiers zijn. Ik denk het. Zo, lekker liggen, jongens. Spijt me zeer, maar als jullie boos gaan doen op die manier,
Dan schiet ik jullie gewoon neer, hè? Oké, leeft nog iemand? Zo. Lekker voor je. Ga maar lekker liggen, ja? Als er nog iemand is, laat je nu zien. Luigi, ben je er ook nog toevallig op een keer doodgemaakt? Oh, daar ben jij. Hey. Ik wist het, hè? Als Mario er is Luigi er ook. Dus dit waren de vliegtuigpassers hier, denk ik. Maar eerlijk, ik vind het wel heftig wat er gebeurd is, man. Oh my god. Maar ja, om dan gelijk zo tegen mij te doen. Ik vind dat niet terecht, man. Nee, echt niet. Laten we maar gelijk gaan boeken, want ik heb hier niet wel wat zoeken, man. Oh my god. Maar eerlijk, ik ben er niet echt blij mee. Ik ben echt boos op Pennywise. Waar zou hij kunnen zijn? Ik heb eens even gekeken op mijn navigatie, waar de eerste clown is. Of nee, wacht, Pennywise. Die gaan we eens zoeken. Ah, hij zit op Cliff op de berg helemaal. Oh my god. Dus daar moeten we helemaal naartoe. Ah, het is even niet anders, mensen. Ik denk dat we gewoon lekker op af moeten gaan. Dus we gaan lekker naar de Cliff of de Mountain. Au, oeh. Beetje oppassen, jongen. Au. We hebben in ieder geval een mooi salto gemaakt. En we zijn wel recht op rij gekomen. Maar ja, je weet maar nooit. Kan er van alles nog wel gebeuren. Nee, je weet maar nooit. Dus ik ben heel benieuwd. Pennywise, ik heb geen raad met jou. Maar we gaan gewoon even kijken wat jij tegen me begonnen bent. Dus we gaan het even oplossen, jongen. Oké, dames en heren. We zijn dus weer bijna boven de berg aangekomen. En ik denk dat het goed moment is om even tussen daar naartoe te rijden. Oh my god. Oké, dus even helemaal op de berg wil te klimmen. En oké. Maar en dan gaan we hierop. En dan gaan we zo. Oeh. Pas op. En hier moet het ergens zijn, hè? Hallo? Wie is daar zo? Hey, dat wil het allemaal door jou schelpen. Jij wil niet te laten neerstorten. Hey, doe eens even normaal, gek. Ik heb er niks mee te maken. Kom op, dan ga je dan niet zo tegen mij beginnen, jong. Hè? Allee, jong. Oh my god. Oké, even kijken. Oh, gaan we terug naar huis toe, mensen, want het is wel even nodig. Want ik ben echt klaar mee gewoon. Want wat Pennywise heeft geflikt en weet ik wat allemaal. Ja, is niet oké, man. Dit is echt, dit gaat erover gewoon, hè. Oh, ik ben echt kapot. Oké, we gaan jumpen. Let's go! Woo! Oké, we gaan proberen naar beneden te komen, ja? Au. Oeh, die gaat niet goed, die gaat fout. Dit is foute boel. Zo, ja, dat is inderdaad een hele foute boel dit. Maar dat mijn auto hier goed tegen kan. Ja, ik heb een panzer natuurlijk in mijn auto, hè. Maar ja, tot hoever kunnen ze er tegen? Want die kan wel gewoon een hele berg afrijden, maar even kieken hoor. Hij kan wel even hebben, eerlijk is eerlijk. Zo. Alleen wel veel rots hier, maat. Oh my god. Ja, man. Beetje zwaar dit. Zo, nou, maakt niet uit. We zijn hier voor beneden gekomen. Dat is het belangrijkste, toch? Lieve mensen, we zijn bijna thuis gekomen. Het is de bedoeling dat we even naar binnen gaan, want ik wil toch even weten wat er nou is. Misschien is Pennywise in mijn huis of zo, ik weet het niet. Gewoon gokje, want ja, ik ken het vaak. Ik heb pas weten mijn huis binnen te komen. Ik moet echt een gesloten garage nemen, man. Plus die deuren zijn van gewoon echt gehackt. Ik weet niet, maar die gaan automatisch tegenwoordig open zonder mijn identiteitskaart. Ik vind dat niet goed. Plus de garage, er moet er even iets komen, weet je, want het is niet goed beveiligd. Mensen, iedereen kan gewoon naar binnen lopen als ze willen. Letterlijk dit. Zou jij gewoon naar beneden toe? Kijk, dit, hè, let op, hè. Oké, je bent beneden. En ja, eigenlijk is dat een beetje het gevaar, man. Oh my god. Oh, nou, ik ben in ieder geval weer terug thuis gekomen. Dus ik wil even weten wat er precies aan de hand is. Dus we gaan even naar boven toe. Lievert, ik ben thuis. Waar ben je? Lievert, waar bent jij dan? Oh my god, waar is ze? Waar zal ze zijn? Lievert, waar ben je? Hey. Oké, hier is niemand volgens mij. Er is niemand te herkennen hier zo. En hier ook niet. Oké, misschien buiten. Hey, die haai is weg. Maar buiten ook zo misschien? Ik weet het niet. Oké, en we zijn buiten en inderdaad geen haai te bekennen hier zo. Totaal niet. Geen ding is geen kind. Waar zijn die nou weer? Misschien bij het andere bad dan. Ik denk dat ze misschien hier zijn of zo. Ik weet het niet. En hier ook al niet. Hé, waar is hij dan? Ik snap er letterlijk helemaal niets van, man. Oh my god. Oké, we gaan hier even afspringen. En ja, man. Oh, ik ben echt een beetje klaar mee, man. Ik zeg heel eerlijk. My freaking god. Ik wil Pennywise even meeten. Alright, oké. We gaan even heel snel even naar binnen. Want het moet wel even gebeuren. Dus oké. En ja. Even kijken, man. Eens even zien. Hierop moeten we naar binnen, hè. Oké, let's go. Oké, right. Zo. Ik wist dat die deur er zat. Ik ben niet gek. En nee, lieverd. Oh my god, dat meen je niet. Oh nee. Wat doet mijn lieverd hier zo? Echt niet leuk dit, man. Oké, en nee. Nee, mijn zoon. Oh my hell. En nee, dat is Pennywise. Oh my god. Nee. Ik heb je lekker in de vrouw gelokt. Hallo, dat kan je niet maken, hè. Door jou allemaal gezeik. Weet je wat mijn jou gaat doen, Pennywise? Zo, hoppakee. Liggen jij. Misschien is het tijd om even te slapen doen, hè. Zo. Die ga ik niet accepteren. Nou mensen, ik heb de clown doodgemaakt. Mensen, like voor deze video. Abonneer je kanaal en bel het. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Bye bye.